Kijk hem daar nou staan. Met zijn petje op. Hey. Stof eens op. Hoeveel view hebben we? 16%, dus ik ga even de hele tijd hier vullen. Hier is een infinite tank. Kijk hoor. Hé, hey, hier ligt hier armor. Ik ga het aandoen. Peter, hier ligt een sledgehammer. Dat kun je ook best wel zelf gebruiken. Oh, nice. Ik, eigenlijk wat we... Heb jij al een rugzak, of niet? Ik heb een travel pack. Ik nog niet. Ik ga even wat dingetjes pakken. Qua voedsel en zo. Ja, hier ligt best wel veel in die huizen. In de koelkast en shit. Canned tuna. Chocoladereep. Lekker. Yay, ik heb een broekje aan. Oh, wat zie ik er lief uit. Ik zie er echt uit als een derpy brandweerman. Ja, precies. Met je brandweerpet op. Oh. Oh god. Oh, ik vind het echt mooi. Sledgehammer. Misschien kunnen we zo meteen even kijken op de haven of we daar iets van goede spulletjes kunnen vinden. Ja, ik heb sowieso nog een tas nodig. Ik ga even bij de haven kijken, man. Misschien ligt daar wel een rugzak voor me. Oké. Ik kan nu maar 4 dingen dragen. Dat is een beetje overdreven weinig. Ik heb nerve bullets meer voor. Die sledgehammer is zo leuk. Kom maar, jongens. Kom maar. Zo zitten er mensen in die containers. Heb jij een hoedje? Ik heb zo'n miner helm. Oh, nice. Met zo'n zaklampje. Ja. Right. Heb ik net gevonden. Yay. Oké. Let's do this. Zal ik ook de ambulance vullen, zodat je daarvoor viel hebt? Doe maar. Holy shit, die ambulance is snel. Echt? Ja. Ja. Okay, het zou leuk zijn als je ook je toetertje... Woe! Oh, als je die sirenes kon aanzetten. Ja, ja, dat bedoel ik. Toetertje. Dat zou echt vet zijn, ja. Wat kom ik nou weer met een toetertje? Als je je ambulance nou even hier neerzet, dan kan ik het even volgooien met benzine. Ja. Ambulance, ik kom maar aan. Pas op dat je me niet aanrijdt. Zo goed? Kom maar. Ja, hier, het is een beetje lastig. Ik kan niet. Ik heb geen achteruit raam. Ik kan helemaal niks achteruit zien. Ja, stop maar, het is goed. Ja, oké. Kijk je naar nou staan, dan gaat hij weer met zijn brandweerpetje hoor. Oh god. Wat hebben we nodig om een bed te maken? 7 cloth en 2 duct tape. Oké, dat gaat denk ik wel lukken, want ik zag best wel veel duct tape liggen. En dan maak ik gewoon even dubstep. Dubstep liggen. Ja. En dan maak ik gewoon van al die dubstep maak ik even... Of nee, van al die kleren. Je maakt me echt in de war. Wat zou ik nou zeggen? Ik maak van al die kleren wel verklot. Tim, er is volgens mij niks meer in het stadje, man. Oh, jawel hoor. Ik heb... Even wat kleding gevonden, daar ga ik dan even, hoe heet het, is goed, klof van maken. Ik heb zelf ook al 2 klot gevonden. Ik heb nu 1 klof. Zal ik dan even de duct tape meenemen? Ja, neem maar vast duct tape. Wacht, dan geef ik jou wel even, ik leg de klot even neer bij de... Wie zet er een magnetron in een badkuip? Dat doe ik ook wel eens hoor. Ja, voor de lol, het is een van je hobby's. Hey, de klot ligt naast de brandweerwagen. Oké. Hoe heet het, als je nog stuff hebt die je wil meenemen, alleen het past niet, dan moet je dat tegen mij zeggen. Ja, ik kan bijna helemaal niks meenemen. Ik heb sowieso ook even eten en drinken nodig, zo. Oké, ik heb tonijn voor je als je dat wil. Ik heb chocoladereep en ik heb... Tim, raad eens wat ik heb gevonden. Night vision. Een generator. Oh, nice. Zeg maar, voor de kijkers... Heb je ook een lampje? Ja, die staat ernaast. Alleen ik kan hem niet meenemen. Nice. Zeg maar, met een generator kan je machines en shit aanzetten. Oftewel, dan heb je stroom. En een generator op dit spel heeft oneindig stroom. Tenminste, dat denken we.
Dat is wel chill. Maar Tim, kan jij dan even die lampen en shit meenemen? Staan bij een container. Ja, ligt het op de haven? Ja, ja. Als jij even wat eten en drinken aan mij geeft, want ik ga bijna dood. Ja, is goed. Hier is chili. Hier is een chocoladereep. Dankjewel. Eet smakelijk. Sorry, no space. Om nom nom. Om nom nom. Voor drinken okay, pakken. Work light. Ik hoop ook even dat er drinken is hier vlakbij, want anders. Ik neem even rope mee. Is goed. Kijk, kan ik nog iets meenemen? Ligt hier nog iets dat we willen meenemen? Een map! Echt, heb je een map gevonden? Ja. Zeg maar, Tim en ik in onze singleplayer shit en zo hebben we echt 7 uur gedaan om een map te vinden. En nu vinden we het gewoon instant of zo. Een generator hebben we ook fucking lang over gedaan. Oh, dit is zo nice. Dit begin is zo goed. Ja, we gaan wel lekker. Behalve dat ik je heb overgereden en zo op het begin. Ja, precies. Ik heb trouwens nog geen drinken. Waarom eindelijk op een plek bij het vliegveld waar alle goede shit ligt en Peter uit mijn over. Energy drink. Ja. Yeah. Oh, Peter, ik heb zo'n... Ik heb weer een machete gevonden. Echt? Had je nog een melee wapen nodig? Nee, ik heb al die sledgehammer. Oké. Is die eigenlijk wel goed? Ja, die heeft ook mensen in één keer dood als je special gebruikt. Oh, nice. Trouwens mensen, voordat jullie het ineens gaan comment van Peter, je zoekt allemaal drinken en ligt er gewoon allemaal. Dat is allemaal zeg maar bedorven. Als er moldy voor staat, is het denk ik zeg maar bedorven shit. En je krijgt er radiatie van als je het opdrinkt. Dat is niet zo fijn. Want als je te veel radiatie hebt, ga je dood. Kopie. En je radiatie haal je zeg maar weg door antibiotica en alles te nemen. Ik heb trouwens purification tablets, dus oh, nice. Je kan het op zich wel drinken en dan geef ik dat gewoon aan je. Nee, dat is niet nodig, want ik had al energy drank gedronken en ik ben nu op 34%. Oh, oké. Maar ik heb echt een tas nodig. Eten zit je ook goed? Ja, hey, is het goed als ik de ambulance even neem om naar een dichtbijzijn stadje te gaan op zoek naar een rugzak? Sure. Pas op dat je nu mij overrijdt. Oké, dan ga ik even een rugzak halen, oké? Pas op, daar staat de brandweerauto. Doei, Timmy. Je moet er eerst uit. Peter. Ik doe even je brandweerwagen weg. Dat kan ook gewoon. Ja, fuck logic. Maar hij gaat echt fucking hard, man. Ik moet altijd afremmen als ik voor je... Hey Tim! Tot zo. Tot zo. Hopelijk ligt hier een rugzak, ik betwijfel het. Zo mis, kom hier. Kom hier. Toet toet. Ik ben terug op de farm, er is geen loot bijgekomen. Oh, alles is wel gegroeid, dus ik ga het even opnieuw planten. Nice. Fuck, hier is ook hier ligt zo verklot en ik kan er niet meenemen, dat is zo zonde. Wacht even, waar ben je? Ik kom gewoon naar je toe, want op de farm is eigenlijk ook gewoon niets te doen. Ik heb alles nu herplant, dus ik kan eigenlijk niks. Zeg maar, naast het stadje moet je gewoon even doorrijden en dan gelijk naar rechts. En dan kom je in een soort klein kampje of zo. Oké, ik kom eraan. Oké, dan ga ik ondertussen weer verder. Heb je dan niks gevonden? Nee, geen tas. Ik zoek een tas, want anders kan ik niks meenemen. Oh ja. Ik neem alle zombies even mee onderweg. Een beetje weglokken van ons huis. Hoor. Heb je trouwens die bananenreclame al gezien op een van die billboards? Ja, echt hotel. Dat is zo fantastisch. Bananen, €44,99 of zo. Ja. Hotel. Oh, ik vind het zo mooi, gewoon de dingen die soms op die borden staan. Inderdaad. Shit man. Maar het is best wel goedkoop hoor, voor mij. Borst vooruit. Die zombie liep even mee, heel blij met zijn borst helemaal te pronken. God. Oké, okay. Je zei dat meteen naar rechts was toch? Ja. Ja, wel voetpad volgen. Ja, ja, ja. Oh, ik zie. Zitten er nog zombies? Nee, die zijn allemaal dood als het goed is. Tenzij ze weer gespawnd zijn. Nee, er is niks. Tim, ik heb zo'n legerhelm gevonden. Echt? Ja, en ik heb allemaal miners helm, dus ik heb nieuw. En je hebt nog steeds geen backpack? Nope.
Nou, een cape! Hé, hey, die neem ik mee. Nog een mooi. Die doe ik wel aan. Is een chill. Ik maak gewoon van alle kleren die ik nu heb vind, maak gewoon klof. Zo blij.